Maar dat was wel een zwalbe, toch? Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Nee, ik weet niet. Ik heb het niet goed kunnen zien. Ik heb het ook niet teruggezien, maar ja. Dus ik zeg gewoon dat het een terechte penalty was. Het is een Duits woord, Duitse spits. Dus misschien is dat een mooie combinatie? Nou, dat zijn jouw woorden, hè? Nee, ik heb de beelden zelf nog niet teruggezien, maar ja, ik ben blij dat we hem gekregen hebben. Ja, dan, zo'n wedstrijd dat gaat al voort. Het staat 1-1 al redelijk snel. Op welk moment heb je het idee van er valt wel iets te halen ook? Ja, dat dan eigenlijk proberen van alles rond te spelen, maar ze komen er eigenlijk niet echt doorheen. En hoe langer dat blijft duren natuurlijk, hoe meer vertrouwen bij ons komt natuurlijk. En dan gaat het gevoel even, jongens, nu nog een paar minuten over de streep trekken en dan kunnen we misschien gaan stunten. En helaas heeft dat niet zo mogen zijn, maar ja, ik denk dat we wel heel trots konden zijn dat wij tot penalties hebben geschopt tegen Ajax. Merk je dan ook dat spelers van Ajax misschien een beetje geïrriteerd worden, wel wat bozig worden? Ja, misschien op elkaar, weet je wel, dat het misschien niet loopt. En ik denk dat het ook een verdienste van ons is. Nee, uiteraard, maar dan kan ook jullie weer een kick geven, denk ik. Ja, tuurlijk, als je iedereen hoort een beetje ouwehoer op elkaar. En dan denk je van, jongens, hup, gas erop. En misschien nog een tikkie hier, een tikkie daar. En dat hoort erbij natuurlijk. Ja, jullie waren niet bang voor Ajax? Nee, tuurlijk niet. Ik heb, van tevoren zei ik al, je mag respect hebben, maar geen ontzag hebben voor die gasten. En ik denk dat we dat heel goed hebben laten zien. Ja, uiteindelijk sta je wel met lege handen, dat is ook de realiteit. Ja, absoluut, absoluut. Dat is zeker de realiteit. Maar wat ik al een paar keer heb aangegeven, ik denk dat we heel erg trots op elkaar kunnen zijn.